broer en zus vandaag ook aanwezig op de smaakmarkt. Wat vind je er tot nu toe van? Nou ja, kijk om je heen. Je ziet het en ik hoor het ook van mensen. Ze zeggen, ja, we zijn er weer naartoe. Hè? Het is, na 2 jaar mogen we weer. Ja, dat ga je nu ook merken. Heb je nog speciale aanbiedingen op je kraam staan? Nee, nou ja, gewoon onze nieuwe bieren en 2 prijswinnaars uit Engeland. We kregen dan begin van deze maand mei kregen we te horen in Engeland dat we 2 prijzen hadden. Gewoon goud en zilver. Dus die heb ik sowieso mee. Ja, en we hebben wat merchandise. Maar... De prijswinnende biertjes, welke zijn dat? Dat is Bitterzoet, dat is onze porter. Nou, daar hebben we al 2 keer eerder in Nederland een prijs mee gewonnen als beste bier van Nederland, beste huisbier van Nederland, sorry. En nu in Engeland in de European Beer Challenge goud. Dat is sowieso. En dan hebben we nog met Nachtschade, dat is een strong ale, hebben we zilver behaald. Dus het, ja, dat is wel fijn kroon op je werk, zeg maar. Dave Bravoer is ook vertegenwoordigd hier. Wat doe jij hier? Nou ja, wij zijn hier hele mooie streetfood gerechtjes aan het maken. Met onze welbekende loco smoker. En we hebben lekkere pulled pork op een mooi hamburgertje. Hebben we mooi. We hebben soepjes. We hebben 2 mooie salades voor het mooie weer. Dus voor ieder wat wils. Kom je veel op dit soort markten? Nou, eigenlijk is dit voor Bravoer de eerste keer hier in Wijkenzee. En ja, we hopen natuurlijk dat het een mega succes wordt. Zodat we dat in volgende jaren weer kunnen doen. Het is natuurlijk wel echt een blikvanger, hè? Nou ja, jij zegt het. En volgens mij wel, ja. Dames, wat verkopen jullie hier? Nou, wij hebben verse smoothies van vers fruit. Vriezen we diep in en dan maken we lekkere koude smoothies. Dus altijd lekker in de zomer. We hebben bakjes met vers fruit. Worden ook allemaal vers aan de kraan bereid. Dus dat is een beetje wat wij verkopen. En we proberen het ook een beetje leuk aan te kleden. En gezond. Hebben jullie al eerder op markten gestaan? Ja, sowieso smaakmarkten voor de corona gedaan. En in Zandvoort. Ik sta deze zomer ook nog in Castricum op de Dorpsstraat. Dus zo her en der doen we af en toe wat markten. Ja. Het ziet er in ieder geval heel vrolijk uit. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Het is ook lekker. Je mag wel eentje proeven, hoor. Een heerlijke kraam hier. Wat verkoopt u? Wat verkopen we? We hebben huisgemaakte masala stoofkip. We hebben vegetarische hapjes, echte vegan hapjes. De Surinaamse Hindoestaanse palauri, de pakora met bloemkool. De superpopulaire kikkererwten. Googeri. Huisgemaakte sambal. De echte hot sauce. Dus een groot feest. U staat ook meerdere keren op een markt? Nee. Nee, we hebben het eigenlijk 2 jaar geleden zijn Arjen en ik die zijn begonnen op de smaakmarkt hier bij het plein. Toen kwam corona, even overgeslagen en nu zijn we weer vol terug. Maar het is vooral om het leuk is te doen. Dus van... het ziet er ook ontzettend smakelijk uit, dus dit is echt allemaal homemade. Dit is allemaal met de hand gemaakt, het is niks. De frietjes die komen uit de diepvries, dat is waar. Maar de rest is allemaal met de hand gemaakt, zoals je ziet. Mijn tante die staat er daar te draaien, mijn moeder die heeft de sambal gemaakt. Arjen en ik hebben de kip en de balletjes gemaakt. Dus echt homemade inderdaad.